Leuk dat je weer kijkt. Vandaag dag 7. Gisteren heb ik in de Facebookgroep een vraag gesteld. Welke redenen heb jij om niet te mediteren? Laten we tot 100 komen met z'n allen. Nou, ik heb gisteren voor het laatst gekeken. Toen stond de teller op 55, geloof ik. Maar ik denk dat als we allemaal ons best zouden doen, dat we makkelijk tot een aantal honderden redenen kunnen komen. Misschien wel wat dubbelingen hier en daar. Maar onze mind is zo eindeloos creatief. En dat is eigenlijk ook wat meditatie mij brengt. Om erachter te komen hoe eindeloos creatief mijn mind is. Om dingen te verdedigen. Tot het uiterste. Maar dingen die ik eigenlijk niet eens wil. Of die me niks brengen. En uiteindelijk, als je diep genoeg jezelf vraagt wat erachter zit, dan kom je er altijd achter dat er een gevoel van schuld onder zit. Of ja, uiteindelijk een soort van angst. En het is gewoon heel mooi om dat te ontdekken, dat elke keer is het eigenlijk weer hetzelfde sprookje. Jaren geleden kwamen de 4 vragen van Byron Katie op mijn pad. Misschien ken je ze wel, anders is het best leuk om dat eens te googlen. Bij iets wat je bijvoorbeeld denkt, oh dat kan ik niet. Dan heeft ze 4 vragen. Is dat waar? Ja, ik kan dat niet. Kun je zeker weten dat het waar is? Kun je zeker is 100%, hè? Weet je het zeker? Nou, dan ga je al nat. En dan wie zou je zijn zonder die gedachte? Dus als je niet zou denken, ik kan het niet. Ja, de wereld van verschil. En dan mag je het bij de 4e vraag ook nog eens omdraaien. Dus geef nu voorbeelden van wat als ik het wel zou kunnen. Nou, je komt in een gebied in je mind terecht waar je, als je daar niet op deze manier mee bezig gaat, nooit terecht komt. Dus dan blijf je leven onbewust van het feit dat je van heel veel dingen denkt dat je ze niet kunt. Dus al die excuses om niet te mediteren, waar komen die vandaan? Die komen uit het creatieve deel van je brein wat erop gericht is om vooral te zorgen dat jij blijft geloven dat jij niet goed bent zoals je bent. Dus wil je dat niet blijven geloven? Hoop ik je morgen weer te zien. Doen we het lekker samen. Tot morgen. En geef even een likeje. Dan wordt deze video makkelijker gevonden. En als je je ervaring wilt delen over hoe jouw meditatie vandaag was, doe het dan even hieronder. Alvast dankjewel en tot morgen.